Dit is de familie Janssens. Ze zijn op zoek naar een nieuw en efficiënt verwarmingssysteem voor hun huis. Er zijn zoveel verwarmingstoestellen. Maar hoe kan de familie Janssens nu zien de welke nu echt besparend is? Welk verwarmingssysteem past het beste bij ons? Hoe efficiënt zijn deze toestellen? Welke installatie- en gebruikersinterface voldoet aan onze behoeften? En hoe weten we hoeveel ze verbruiken? Vroeger was het niet eenvoudig om de efficiëntie van verwarmingstoestellen te vergelijken. Gelukkig voor de familie Janssens bestaat er nu een EU-richtlijn die snel duidelijkheid schept. Uw adviseur zal u vertellen dat de wens om het klimaat te beschermen de achterliggende drijfveer is. De lidstaten van de EU hebben zich toegelegd op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% tegen 2020, in vergelijking met de uitstoot in 1990. Tegelijkertijd zullen ze tegen 2020 het aandeel aan hernieuwbare energie verhogen met 20%, net zoals de energie-efficiëntie. In deze context heeft de EU beslist om het energielabel in te voeren. De familie Janssens kent dit label al van andere huishoudtoestellen. Zo'n label wordt ook ingevoerd voor verwarmings- en warmwatertoestellen en wordt ook wel ERP-label genoemd. ERP staat voor Energy Related Products, wat betekent dat het van toepassing is op alle producten die energie verbruiken of het energieverbruik beïnvloeden. De invoering van dit label gaat van kracht op 26 september 2015 in alle 28 lidstaten van de EU waar dezelfde regelgeving van toepassing zal zijn. Dit nieuwe label toont de energie-efficiëntie van gas- en stookolieketels, warmtepompen en CHP-modules. Eenvoudig gezegd, toestellen tot 70 kW of warmwater- en bufferboilers tot 500 liter, alsook regelingen en regelapparatuur voor zonne-energie. Alle producten moeten een minimumniveau aan energie-efficiëntie bereiken. Dit heeft tot gevolg dat energieverslinders zoals klassieke niet-condenserende ketels van de markt zullen verdwijnen. Het gebruikelijke CE-label blijft enkel van toepassing voor de verwarmingstoestellen van 70 tot 400 kW. Het ERP-label klassificeert het rendement van verwarmingstoestellen. Condensatietoestellen worden bijvoorbeeld ingedeeld in categorie A. Bijzonder efficiënte verwarmingstoestellen zoals warmtepompen die hernieuwbare energie gebruiken, kunnen zelfs categorie A+ of A++ bereiken. Naast de efficiëntiecategorie staan er op het label nog bijkomende details over het toestel, zoals het geluidsniveau en dergelijke. Deze extra details verschillen naar gelang de categorie van het toestel. Dit label is niet enkel verplicht voor losstaande toestellen, maar ook voor volledige verwarmingssystemen bestaande uit meerdere apparaten en regelingsonderdelen. De fabrikant is verantwoordelijk voor het energielabel op losstaande toestellen. Voor volledige systemen is deze verantwoordelijkheid weggelegd voor de persoon die het systeem samenstelt voor een klant als de familie Janssens. In de meeste gevallen is dit de installateur of de speciaalzaak. Of beter nog, bestel een volledig systeem bij ons. Het nieuwe energielabel helpt ook de familie Janssens om een snel overzicht te krijgen van de energie-efficiëntie van elk toestel en om zo de juiste beslissing te maken voor hun gezin, waarmee ze een pak geld besparen op hun verbruik. Want een systeemoplossing met perfect op elkaar afgestemde onderdelen is bijzonder efficiënt en verlaagt ook de energiekosten. Zeker wanneer de familie Janssens alles bij één leverancier kan krijgen. Buderus. En omdat de familie Janssens kan rekenen op de functionele en betrouwbare technologie gedurende vele, vele jaren. Omdat deskundig advies en de beste service nooit veraf zijn wanneer ze het nodig hebben. En omdat de familie Janssens een beroep kan doen op gebruiksvriendelijke apps en innovatieve online diensten. Vandaag en in de toekomst. Indien je meer wil weten over het nieuwe label en de energiebesparende producten van Buderus, neem dan contact op met uw installateur. Of bezoek ons op www.buderus.be, jouw energiepartner.